Wij vinden dat we een constructieve bijdrage moeten leveren aan de bestuur in deze gemeente. En daarom gaan we dit jaar de begroting steunen. Onder applaus van de andere fracties stemde ook de VVD Zoeterwoude donderdag in met de begroting voor 2020, die hiermee unaniem werd aangenomen. Nou, dat is niet helemaal uniek hoor. We hebben dat in het verleden hebben we eens een keer vaker de begroting gesteund. En de reden waarom we dat doen is eigenlijk omdat in alle beschouwingen onze punten naar voren kwamen. En dan, daar kan je alleen maar tevreden over zijn. We zien dat de andere partijen heel goed luisteren naar wat we zeggen. En als je dat terug ziet komen in de meningen en wat er naar voren wordt gebracht, dan kan je daar alleen maar dik tevreden over zijn. Schuiven de andere partijen steeds verder richting de VVD qua ideeën? Nou ja, je zou het zeggen van wel toch. Ik bedoel, als ik vanavond goed geluisterd heb, dan heb ik heel wat ideeën voor mij zien komen die wij in de afgelopen jaren naar voren hebben gebracht. Dus wat dat betreft kan je daar, is dat alleen maar mooi. Wij vinden dat het geweldig goed gaat met Zoeterwoude. En de term Zoeterwoude heeft het voor elkaar is echt van toepassing hier. Jarenlang hebben wij een beetje het over ons heen gehad van joh, lekker klein het Gallische dorpje, zo rommelen we wat aan. Of ergens citeren op de zakken van de randgemeente. Ik geloof dat dat heel erg aan het veranderen is nu. Randgemeenten, de regiogemeenten gaan nu zien dat Zoeterwoude het echt voor elkaar heeft. We hebben keer op keer een sluitende begroting. En belangrijker nog, we participeren ook heel goed in de regionale projecten. We hebben mensen met kennis en we hebben inzet. We gaan zien, Zoeterwoude heeft het voor elkaar en het is een voorbeeldgemeente aan het worden. Wordt er in de begroting voldoende rekening gehouden met de senioren? Er wordt rekening gehouden met de senioren, met de sociale nota. Zoeterwoude gezond en gelukkig. Want er wordt aandacht gegeven aan de mantelzorgers en ook aan de respijtzorg. En de mensenvriendelijke gemeente, daar zijn ze nu heel actief mee. Dus ze hebben er wel oog voor. Met Zoeterwoude gaat het prima. Waar je ziet dat in andere gemeenten het woord bezuiniging in hoofdletters staat, staat dat bij ons er niet in. Wij komen nog rond met het huidige huishoudboekje. Maar dat komt omdat wij zuinig zijn. En ook de organisatie hier heeft erg zijn best gedaan om een mooie begroting neer te leggen. Erg tevreden.